En dat had op de Europese markt met 4% minder melken dan we zouden mogen melken. Met andere woorden, het quotumsysteem, daar zit het niet in. Het zit in uitval van de vraag. En als je kijkt naar wie op dit moment, we hebben allemaal crisis zich in minder verdienen, dus minder kunt kopen en dus vraaguitval. Dat heeft ook de zuivelsector mee te maken. Minder produceren. En als je kijkt naar wat er Europees aan de hand is, dat zie je dat Nieuw-Zeeland en Australië en voor een deeltje de Verenigde Staten aan het profiteren zijn van het feit dat in Europa de markt op dit moment nog belemmerd wordt door de quotering. Dus mijn antwoord zou zijn, met elkaar goed kijken naar hoe we richting 2015 kunnen koersen, goed kijken naar de boereninkomensaat, kom ik vervroegd met het bedrijf. Goh, dat is 100 euro rente voor meer vangen. Ik heb mevrouw Kuiperma horen zeggen, wij hoeven geen subsidie meer. Als u daarmee zegt... Nou, eerlijke melkprijs, je gaat subsidie nodig. Luister gewoon eens een keer. Om op te reageren. Ja, ik hoorde eerst zeggen bij melk in het grotvol, dus dat is het probleem niet. En vervolgens stelt u dat er een probleem is met quotering, omdat wij nu niet kunnen produceren voor de wereldmarkt. Voor heel veel landen gaat dat dus op. Maar zij gaan hun quota niet volmelken omdat die boeren daar kapot gaan omdat de opbrengstprijs te laag is. Het probleem zit niet in het quota, de oplossing zit in marktregulering en dat was ook de oorspronkelijke bedoeling van de quotering. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen en als doel stellen een goede melkprijs en een goede prijs voor het product, voor de consument. We zien dat dat niet gebeurt. Waarom kunnen Nieuw-Zeeland en Australië profiteren? Omdat zij een heel ander kostenniveau hebben. En aangezien ook u de kosten opnieuw gaat verzwaren dit komende jaar, zal het voor ons geen verbetering zijn van onze positie om uit te voeren naar de wereldmarkt. En de wereldmarkt kunnen wij niet bedienen omdat onze euro te sterk is ten opzichte van de dollar. Maar wij kunnen de wereldmarkt ook niet bedienen omdat wij voor dat niveau niet kunnen melken. Nu niet en nooit niet. Wij wonen hier niet in Afrika waar de grond niks kost en wij slaven aan kunnen nemen zoals bijvoorbeeld in Brazilië. Zodat wij voor twee keer niks een product op de markt kunnen zetten. Wij hebben te maken met een nette markt die compleet geregeld is. Als een kalf wordt geboren, binnen 3 dagen moet je hem hebben opgegeven. En anders is hij opgegeven door andere instanties. Hij wordt gecontroleerd van de wieg tot aan het graf. Dat heeft een kostenplaatje. Wij kunnen niet melken onder dergelijke omstandigheden. En dan vervolgens met een prijs worden geconfronteerd van landen die daar geen last van hebben. We weten ook waar die verhoging van de markt uitkomt. Nieuw-Zeeland heeft zijn pakhuizen leeg, maar melkt momenteel nog niet volop. Ja, dan gaat de prijs wel omhoog, want dan moet men ergens anders heen. Dat is niet duurzaam, het is ook geen structurele oplossing. Want zodra wij weer meer kunnen melken, gaan we dat weer doen. Dat hebben we in de 30e jaren van de vorige eeuw gezien, was het ook een ongereguleerde markt. We kregen een economische crisis wereldwijd, de melkprijs halveerde, dat hield 10 jaar aan en ging pas weer omhoog, doordat de boeren door de Tweede Wereldoorlog de productie ontzettend verlaagden. Dat was toen een oplossing voor de overschot. En het lijkt mij gewoon geen goed idee om dat te gaan herhalen. Regulering is ontstaan door honger, omdat je hier crisis van krijgt. Je krijgt voedselcrisis wanneer je aan liberalen het recht geeft om zelf de markt te gaan ordenen. De deregulering in de bankwereld heeft geleid tot de economische crisis. Deregulering in de voedselwereld gaat zorgen voor voedselcrisis. En dat is wat wij allemaal moeten voorkomen en daar hebben we een verantwoordelijkheid voor. En dan willen wij ook een beter beleid en een gelijkwaardige positie. Want wij zeggen wij willen een beleid waardoor wij geen subsidies meer hoeven. En dat beleid bestaat ook al, bijvoorbeeld in Canada, waar ze ook geen last hebben van de economische crisis, omdat ze dan zo'n behoudend systeem hebben. Hoe we dat ook nog keren, dit beleid gaat nergens toe leiden. Niet voor ons, niet voor boeren in derde wereldlanden, maar ook niet voor boeren overal op de wereld. Het is alleen een oplossing voor industrie, retail en multinationals, want die verdienen ook nu nog goud. We willen een oplossing, of niet? Yeah! Wat willen wij dan, goede? Melkprijs! Als mevrouw Kuiperma zegt van wij moeten hier naar een systeem zoals in Canada, dan zeg ik, dan kunnen wij van nog eens de helft van onze boeren afscheid nemen. Maar dat doen we toch al! En waarom? Omdat wij dan alleen produceren voor de binnenlandse behoeften, want dat is wat Europees! Dat is wat Canada doet.
Canada dat mag dat doen binnen de regels van de World Trade Organization, de WTO, omdat Canada dat alleen voor binnenlands gebruik doet en als u dat voor Nederland zou willen doen, hoe van Europa! Voor Europa! Er helemaal niks van, hè? Tot 60% van de boeren. Ik snap het gewoon. En niet schreeuwen, gewoon praten tegen hen. Er nu momenteel boeren om. Ja, dat weet ik. Er zijn 300 koeien in onze omgeving, bij boeren. Dat weet ik. Ik weet dat boeren, boeren het ontzettend moeilijk hebben. U blijft geopend, maar dat wij het moeilijk hebben, dat weten wij. Daarom zijn wij ook hier, daarom demonstreren wij ook al de hele week. Wij willen daar een oplossing. Maar de doos voelen niet echt, maar... Ik wens jullie veel succes. U begon al met iedereen de hand te schudden. Ik neem aan dat u iedereen nu weer de hand gaat schudden voordat uw ministerie weer... Mevrouw Verburg, we willen u naar het ministerie begeleiden. U ziet onze veehouders zullen dat doen. U heeft gesproken hier over nationaal beleid, over Canada, over nationaal beleid. Wij hebben een EU-beleid, een Europees beleid. Dus wij zijn ook hier voor een Europees plan. En een Europees plan, dat willen we met u allen hier delen. En we hopen dat we binnenkort dan snel een gesprek kunnen hebben dat u nog meer connecties kunnen bieden. En dat klopt niet. Zo, mag ik er door? We gaan er even door. Kan ik er door? Ja, kan ik er door? Het is flexibel groot, het is heel makkelijk. Het is zo moeilijk om te begrijpen. Ja, ja dat is heel moeilijk voor te begrijpen.